J'attends, je veux, lèvres, c'est dur. Dat is een briefje dat ik gevonden heb ongeveer een jaar geleden op een kerkhof in de buurt van Dilbeek. De context ken ik niet, dat is het enige wat er is en ik denk dat het een soort afscheidsbrief is geweest van iemand die daar iemand verloren is en nog iets wou zeggen bij het graf. Die sporen van mensen die daar nog zijn, die ons iets vertellen, maar niet alles meer vertellen en die wij proberen te begrijpen. Dat maakt eigenlijk archeologie zo boeiend voor mij. Een keuze maken was eigenlijk heel moeilijk voor mij. Maar toen moest ik studentenjob gaan doen en op een bureau gaan werken. En toen zei ik, dat is niks voor mij. Ik moet naar buiten. En geschiedenis en buiten samen werd archeologie. En die keuze heb ik toen gemaakt om te gaan doen. Ja. Wat ik me nog vooral herinner van mijn opleiding was het ongelooflijk vele beeldmateriaal dat we te zien kregen. Ik onthou ook met mijn ogen en dat hielp mij ongelooflijk. Eigenlijk elke cursus die wij kregen, dat was eigenlijk een reis die wij maakten. Door verschillende culturen, door verschillende perioden, aan de hand van resten die we in de loop van de voorbije decennia, van de voorbije eeuwen gevonden hadden. En je zat er eigenlijk op dat moment ook echt helemaal in. En dat was eigenlijk, nee, dat was wel plezant. Wat is mijn job eigenlijk? Wacht, hè. Nu moet ik even nadenken, want dat is altijd een hele moeilijke. Hè? Wij ondersteunen eigenlijk gemeentebesturen en verenigingen, zoals heemkundige kringen, maar dat kunnen ook sportverenigingen zijn, om ervoor te zorgen dat het erfgoed dat ze hebben, en dat kan hun archief zijn, dat kunnen foto's zijn, dat kunnen objecten zijn, dat die goed bewaard worden. Dus het is eigenlijk een stuk, ja, de voedingsbodem is archeologie, maar de uitwerking is anders en is hedendaagser. Ja, wat mij heeft geholpen in mijn studies, vooral nieuwsgierig zijn. Als je nieuwsgierig bent, dan gaat je het ook gemakkelijker gaan onthouden. Dan blijft het iets van u. En dat heeft me bezig gehouden en houdt mij nog altijd bezig. Zo de nieuwsgierigheid naar de dingen, naar de wereld, naar de omgeving. En dat geeft ook heel veel drive. Ergens waar dat je nieuwsgierig naar bent en je wilt dat echt leren, dan heb je goesting en dan kun je daarvoor gaan. Je nieuwsgierigheid en je flexibiliteit om te kunnen aanpassen is denk ik een hele belangrijke om je weg te kunnen vinden.